De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft vrijdag het nieuwe bestuur van het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaine Project, OWMCP, in Nikeri geïnstalleerd. Het OWMCP zorgt ervoor dat rijstboeren voldoende zoet water in hun rijstvelden krijgen. De districtcommissaris van Nikeri, Wit Prakash Julum Singh, en NDP-parlementariër Rashid Doekie waren ook aanwezig bij de installatie van het nieuwe bestuur. Beiden wezen de aanwezigen erop dat er hard moet worden gewerkt. Maar de plaatselijke bevolking moet tegelijkertijd meer betrokken worden bij het bestuur dat namelijk uit Nikerianen bestaat. Pas in 96 minister hebben de Nikerianen in beeld, woord en schrift kunnen zien. Mensen zijn daar gegaan om te kijken hoe Wakai is, hoe Wakai was en hoe Wakai toen eruit zag. Ik ben daar op 13 september 1997 daar getogen met het RO-personeel in hoedanigheid als districtscommissaris met de pers. Wat ik daar aantrof, minister, en je lafu, dat twee Guyanezen mij vroegen of ik toestemming had om daar te gaan. Tractoren in Guyana, diefstal van je welste, de pompen kon je niet zien op 10 meter afstand. Die beelden ga ik u geven voor archief. Minister Dikan geeft in een vraaggesprek aan dat de aanwezigheid van OWMCP heel erg belangrijk is voor het district. Zonder het OWMCP zouden rijstboeren in Nikeri niet in staat zijn te oogsten, zegt de bewindsman. Wel, nou, gevaarlijk principaal is Pisuroko Sampot Dape, omdat hij zonder eigenlijk MCP, dat ik kan taki ubo ab wang oogsten in een rijstsector. Maar doordat MCP de, dat drieting, dat ook tot een alleesveld kan voorzien voor water, per de pompen zoet water. Uit Quarantaine Liba, ongeveer 66 kilometer, komt den Alice Kron naar in Nikeri. Dus daarom maak ik het belangrijk zo, omdat ik van Isabi, het district Nikeri, nou een landbouwdistrict, naar Alice district. En eigenlijk heeft Sané Gomboom in een rijsector, dat bijna Alice district nummer 3. En wat principale visie van Takikba, a 13 euro, dan zolang a watra bigi saka, zolang a den alles grong a watra bigi lagi, dan a bif pompo watra vanuit Wakai. Daarom mek Wakai principale zo in a district. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gisteren bij de installatie van het nieuwe bestuur van OWMCP. Dit bestuur staat onder leiding van Nastali Paviro Di Cromo.